Femke Pluim, opnieuw Nederlands kampioen in Poolse hoogspringen, maar je bent niet helemaal tevreden volgens mij. Nee, ik had vandaag iets beter gehoopt. Goed, de titel op zak is natuurlijk altijd mooi, maar iets hoger was wel fijn geweest. En nu heb je me al eerder een Nederlands record beloofd, Poolse hoogspringen, dat moet dan maar in Amsterdam. Zeker, dus volgende keer ben ik er weer. Nou bedoel ik de EK natuurlijk. Ja, ik ook. Dan gaan we een nieuw Nederlands record krijgen. Ja, nou dat mag ik hopen. Vandaag voelde het allemaal een beetje moi. Het ging moeizaam. Goed, als je dan toch 4.37 springt, is het eigenlijk niet heel slecht. Want dan weet je gewoon dat er veel meer in zit. Dus dat moet er dan maar uitkomen. En waarom ging het zo moeizaam vandaag? Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik afgelopen tijd een beetje mijn ritme is verstoord. Ik had allemaal een beetje kleine pijntjes, lasjes. Daardoor hebben we een beetje aangepast moeten trainen. Misschien doet dat een beetje de das om nu. Goed, ik weet ook gewoon dat ik het wel kan hoor. Dus daar ligt het in ieder geval niet aan. Je hebt nu nog een kleine 3 weken tot de EK. Wat ga je doen? Ik spring nog een wedstrijdje ergens in Duitsland. En hopelijk even een paar goede trainingen draaien. Zou wel goed voor het vertrouwen zijn en even voor de routine ook fijn. Het is nu natuurlijk niet ramvol hier. Straks tijdens de EK zal het wel zo zijn. Gaat dat ook verschil maken? Ik hoop het. Al die Nederlanders. Femke, Femke. Ik denk dat dat wel wonderen doet. We gaan het zien. Heel veel succes. Dankjewel.